zaterdag 26 maart. En ik ga weer een leuke vlog opnemen. Ik kom zojuist daarnet van de winkel af. Ik ben weer naar de Albert Heijn gefietst. Om wat gedeeltelijke boodschappen weer te doen. Net zoals vorige week heb ik dat ook gedaan. En ik laat nu even het uitzicht zien. Het is mooi, mooi zonnig weer vandaag. We treffen het wel weer hoor. Mooi zonnig weer. Temperatuur is goed. Qua warmte. Ja. Dus we boffen weer met weer. En ik laat nu de boodschappen zien. Ik heb deze 1 pak hooi. Timothy voor mijn konijntjes gehaald. Bij de Pet Place. Ik dacht op de terugweg dacht ik even naar Sprundelfiets om nog een pak hooi bij te halen. Zodat ik genoeg heb voor 2 weken minimaal. Nou, dit is een probeersel. Ik heb deze nog nooit in. Hopelijk vinden ze het heerlijk. Het is een probeersel. En ik heb blik sinaas gehaald. Blik cola heb ik gehaald. Blik kassens heb ik gehaald. Blik 7-up heb ik gehaald. Ik heb een pot dopertjes gehaald. Zodat ik die dinsdag mee naar de kookschool kan nemen. Dan hoef ik alleen nog maar aardappelblokjes te halen. 2 zakjes vanmorgen. En ik heb siroop gehaald. Ik heb bloemkool gehaald. Ik heb sla gehaald, want ik ga vanavond broodje shawarma eten. Dit is de shawarma. Dat is best wel een grote bak. Maar ik ga die zo, zeg maar, zo door de helft doen. Dus de ene helft invriezen en de andere helft eet ik vanavond op. Ik heb kipfilet gehaald. Ik heb servelaat gehaald. Ik heb 2 verschillende soorten broodjes gehaald. Een bruine pistolet en een tijgerbol. Biologische maiswafels om uit te proberen. Deze is maiswafels, paprika smaak. Pita broodjes heb ik gehaald. Servelaten heb ik gehaald. Ook om uit te proberen. Tijgerbrood heb ik gehaald. Ik heb mayonaise gehaald. Ik heb knoflooksaus gehaald om uit te proberen al deze 2 sauzen. En ik heb wasmiddel gehaald, wit. Voor de bonte was. Ik heb kleurwasmiddel gehaald. Dat is ook om uit te proberen. Kijken of dat ook goeie is. Ja, dit waren de boodschapjes die ik vandaag gehaald heb, zeg maar. En ik ben nu ook de was aan het doen. Dus voordat ik naar de winkel ging, heb ik nog een wasje aangezet. Ik heb mijn eigen gedoucht, aangekleed en daarna de was gedaan. Gelijk 1 wasje aangezet. Hierna moet ik nog 2 wassen wassen, zeg maar, in de wasmachine. En ik heb nog nieuwe handdoeken en theedoeken opgehangen. Ja, die zijn ook weer schoon. Die heb ik schoon opgehangen vanochtend nog. Want ik was het gisteren vergeten. Normaal doe ik dat altijd vrijdagavond. Maar ik was het vergeten. Dus dat kan gebeuren als je een keer iets vergeet. Dus ja. Dus ik ga zo meteen de boodschapjes opruimen. En ik heb het is nu een mooi programma op tv bezig. Op NPO Zapp. Weer een nieuw programma. Want een haai is bang voor het opstoot van een dolfijn. We zijn het wel brengen. Dolfijnen zijn echte superhelden. Sinds de rank op man. Ze verdienen een ereplaats op de bol. Vond je dit een leuke vlog? Geef deze een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. En laat ook een leuke reactie achter. En dan zeg ik fijn weekend iedereen. En geniet van het prachtig mooie weer vandaag. Groetjes. Houdoe.
Laat ook een blauw duimpje omhoog achter. Abonneer op mijn kanaal en laat ook een leuke reactie.